Naast de vele gedichten welke op diverse muren in Groenlo zijn aangebracht, heeft Groenlo sinds zaterdag 10 april er een openbaar kunstbezit erbij. Zo zou je het haast kunnen noemen. Een groot portret geschilderd op een hoek van een woning veranderde de muur van een saai wit oppervlak naar een machtige grote muurschildering. Het idee is afkomstig van Natasja Scharenborg. In contact kwamen zij met De Strakke Hand, een collectief dat zich verenigt in de liefde voor het creëren. Wat is De Strakke Hand? Die vraag stelden we aan Michiel Meulemans, de oprichter van dit collectief. Een aantal vrienden zijn een jaar of 20 geleden begonnen met buitenkunst. En dat is geëvolueerd naar het moment dat we ervan kunnen leven. Dus wij schilderen met penselen, net zoals vroeger. Alleen ons canvas is iets groter en in de openbare ruimte. Ons team bestaat uit heel veel mensen met verschillende krachten, een aantal ontwerpers. We hebben eigenlijk ook 50-50 dames en heren. Hier hebben we veel dames aangewerkt en hebben heel veel eigen specialiteit. Maar ik denk dat het belangrijkste van ons team is dat wij heel dynamisch kunnen buigen naar een stijl toe. Dus als het geen eigen ontwerp is, dan kunnen wij heel goed in een stijl buigen. Dit ontwerp is van een foto af, maar iedereen dacht dat het een oud meesterwerk was wat we naschilderden, dus dat is een compliment. Maar dat betekent dat we ook in de klassieke schilder werken, dat wel een van onze echte bekende richtingen is, zeg maar. Is er veel aanvraag voor dit soort werk? We hebben elke week hebben we zo'n werk. Uiteraard niet tussen december en februari. Nee. Maar we werken voor volgende week starten voor het Museum Arnhem weer een werk op. En we zijn druk. Ja, we maken altijd eerst een ontwerp op de computer en daarmee zorgen we dat we een lijnwerk hebben gemaakt. Dus soms maken we het uit de losse hand als het pand heel groot is. En deze hebben we geprojecteerd omdat die precies met het raam ook onderin de hoek links moest uitkomen. Dus ditmaal wel, ja. Ja. Zijn er meer werken van u te vinden hier in de Achterhoek? Het is een van de eerste keer dat wij in de Achterhoek mogen schilderen. En ik ben nu toevallig ook benaderd voor een project in Eibergen met iemand. Maar het is wel iets wat we graag vaker zouden willen doen. Wij komen graag nog een keer terug en volgens mij was het een wederzijdse fijne ontmoeting. Ik wens u succes ermee. Dank u wel.